Dat je het even weet. Word, jongens, ik ben ook verliefd op deze camp. Is dat de dochter van Poetin dat hij hier in Voorschoten heeft gewoond? Want die... Dat komt natuurlijk omdat ik zelf ook te leuk ben. Leuk dat jullie weer kijken, mensen. Vandaag wordt een barre tocht op de vlogfiets. En dat doe ik gewoon vanuit thuis. Kijk, en daar staat mijn fiets al. En mijn boodschappenwagentje, zie je dat? En waarom doe ik, of wat ga ik eigenlijk doen? Nou, dat zal ik jou vertellen. Ik woon in een fantastisch gebied in Voorschoten. En dat is op een kwartiertje fietsen, nou, 25 minuten fietsen vanaf zee. En vanaf een minuutje of 10, vanaf een geweldig natuur- en recreatiegebied. En daar zit een geweldige camping met twee ontzettende jonge beheerders. Dus, en die gun ik ook al een beetje de aandacht. En bovendien, die camping is gewoon hartstikke leuk. Want die ligt aan een fantastische plas waar je ook sloepjes kunt huren. Sloepjes kunt huren. Sloepjes kunt huren. Dat. Dus ik neem jullie even mee naar de camping. Gezellig. En leuk dat je kijkt trouwens. Daar gaan we. Zo grappig om te melden. Ik woon namelijk in het leukste straatje van heel Voorschoten. En dat komt natuurlijk omdat ik zelf ook de leukste ben. Maar dat is niet waar. Maar het is wel een heel leuk straatje. Oh, en nog even voor de fanatieke kijkers. In Nederland mag je dus gewoon zonder helmpje fietsen. Het is niet veilig, maar het mag wel. Het is gewoon legaal. Voorschoten, dat ligt aan de Vliet en dat is rechte sloot. En als je die kant uit rijdt, daarheen naar die blauwe brug, dan kom je in Leiden. Varium of Fietsium, want er loopt een heel fietspad langs. Deze, dan kom je uiteindelijk zelfs helemaal in Delft. En als je dan nog door zou fietsen, kom je helemaal zelfs in Rotterdam terecht. Dus, en die Vliet, dat is een druk bevaren vaarweg, zeg maar, voor sloepjes en andere recreatievaart. Dus die kant is richting Delft. En zo vaar je naar Leiden.
leuk weetje over Voorschoten is dat de dochter van Poetin, ja je gelooft het niet, de Poetin, dat hij hier in Voorschoten heeft gewoond. Want die schijnt een relatie te hebben met iemand uit Leiden. En dat appartement daarboven, twee lagen, daar hebben ze gewoond. En ik heb me laten vertellen dat het bovenste gedeelte, dat ze daar woonden. En dat die hele onderste verdieping, dat alleen maar beveiliging was. Maar inmiddels is dat appartement verkocht voor 1,8 miljoen of zo. Of 2,8 miljoen, weet ik. Dat je het even weet. We fietsen inmiddels aan de andere kant van de Vliet en dan zit je meteen in het recreatiegebied Vlietlanden. Kijk, en hier is nog even Sloepjes Paradise. En dan is het nog niet eens een hele mooie dag, zullen we maar zeggen. Want anders varen hier echt dik in de file. En 3 minuutjes fietsen vanaf huis heb je hier die recreatieplas al. Kijk maar mee. Bij die recreatieplas zit een restaurant, dat zit daar, dat heet Waterfront. Maar ook gewoon een snackbar en je kan daar sloepjes en andere bootjes huren, zeilbootjes ook. En handig voor de jeugd, je hebt hier ook nog een trailerhelling. Aan de andere kant van het restaurant, daar zit de camping. Camping Vlietland. Gaan we nu even kijken. Nou, en dit is dus camping Vlietland. En een bescheiden camping. Dat kan je hier gelijk aan de plattegrond kan je dat al zien. Want dit is de jachthaven. En die zie je natuurlijk daar. En dit zijn de plekjes. Kijk, en dan daar houdt het mee op. Echt een hele bescheiden, maar super charmante camping. Aan de plas met uitzicht op het water. Kijk even. En dat zeilbootje wat er gaat, jongens, dat is een kolibri. Een icoon in de watersport. Ik loop even een rondje over het terrein, dan kunnen jullie dat ook gelijk zien. Nou, dit is de tweede rij aan kampeerplekken. Maar de mooiste, dat is natuurlijk deze rij. En die laat ik je even zien vanaf de steiger van de jachthaven. Kijk, want dit zijn die mooie plekken. En dan zit je dus op pole position. En dit zijn nog passante plekken. Hier wat mensen die wat langer blijven. En ja jongens, het uitzicht is gewoon geweldig. En die rust hier op zo'n... in zo'n plas. En moet je je voorstellen dat je hier staat en dan is dit je uitzicht. Kijk in. En daar kun je dus sloepjes huren en zeilboten. En het leuke van die plas, want het is echt een hele flinke recreatieplas, is dat je er helemaal omheen kunt fietsen. Die hele plas. En dat is echt best een ritje, maar wel een heel mooi ritje.
Hallo. Hey jongens, Eribapuk. Die heb ik zelf ook nog gehad. En je gelooft het niet, maar ik paste daar met mijn lange lijf gewoon in. Wel opgevouwen. Dan weer wel. En de eigenaren, dat zijn Luca en Velkert, die hebben een flinke upgrade gemaakt op de camping. Ze zijn het enorm aan het opknappen, onder andere met die nieuwe cabins. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook het sanitaire upgrade gegeven inmiddels. En er is ook een hele chill lounge met wifi, dus dat, daar zijn ze ook lekker mee bezig. En ik sprak er net eventjes, het meeste geld is de grond in gegaan. Want ze hebben bijvoorbeeld compleet nieuwe drainage aangelegd op de camping, zodat je geen natte voeten hebt als het eens een keer regent. Nou, ideaal aan de camping is dat het zo dicht bij de stad ligt, bij Leiden. En ja, daar fiets je, nou wat zal het zijn joh, in 10 minuutjes sta je echt midden in het centrum. En Leiden is natuurlijk een superleuke stad om te bezoeken. Maar vergis je ook niet, in mijn eigen dorpje Voorschoten, ook hartstikke leuk. En daar heb ik leuke horeca, maar goed, als je echt lekker wil gaan stappen en borrelen, dan moet je natuurlijk gewoon lekker in Leiden zijn. Speciale plekken ook voor campers hier op Camping Vlietland. En die hebben verharde rijplaten, zodat je nooit verzakt komt zitten in de grasmat. Dus daar is ook nog over nagedacht. Hier in die nieuwe chillhoek. Prima wifi. Buiten de vaandel met als je de afdroogservice hebt, uitzicht op de jachthaven. Had ik al gezegd dat je daar sloepjes kan huren? En speciaal loospunt voor campers. Leuk is dat de camping een eigen tentenveldje heeft. Dus dat is natuurlijk wel heel erg relaxed. En dan met een paar huurfietserijen zo de stad Leiden in. Maar je kunt natuurlijk ook een van die drie cabins boeken als je niet over eigen kampeermiddelen beschikt. Kijk, en dit is het receptiegebouw en volgens mij is Luca er ook. Kijk, jawel. Hey Luca. Hey, gezellig. Goedemiddag. De camping is aardig opgeknapt, hè? Ik zie de investeringen. Hey, wat als mensen hier komen, wat raad je ze dan aan, wat kunnen ze gaan doen?
aan de meer, je kunt heerlijk zwemmen, ja. Fietsen. Ja. Dus Leiden is knetterdichtbij, hè? Dat is 10 minuten in het centrum. Ja. Den Haag is ietsje verder fietsen, maar dat red je ook al in een half uurtje. Nee, ik heb ook een kleine gebeurtenis. Ja, dat kan ook nog. Ja. Strand, Wassenaarse Slag, dat is ook ongeveer een half uurtje op de fiets. Meijendel. Hartstikke mooi duingebied hier in de regio. Rondje om de plas op zich is natuurlijk hartstikke gaaf. Leuk, ja, je kunt hier ook wandelen. Ja. Ja, fantastisch. En honden zijn toegestaan toch op de camping? Mits geen overlast. Geen keffers meenemen. Nee. Geen keffers. En je hebt een nieuwe website, zei je net, ja, hè? Laat het zien dan. Ja, ik ga hem even bijpakken. Ja, leuk. Leuk, kijk eens. En daar staan ook al die tips voor de omgeving in, volgens mij, toch? We hebben een speciale pagina. Wat je allemaal kan doen hier. Tips, en daar staan onze eigen persoonlijke aanraden. Helemaal verliefd. Ja, nou fantastisch. Op hem, oh ja, en op hem in de omgeving. Ja. Nou, voordat het hele reclamepraatje wordt, jongens, ik ben ook verliefd op deze camping. Kun je echt gerust doen. Wij gaan afsluiten. Bedankt voor de gastvrijheid. Leuk dat ik er even langs mocht komen. Vond je dit nou een leuke video? Geef me dan even een duimpje. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal. En als je even op dat belletje drukt, wat zou er dan gebeuren? Dan mis je geen enkele video meer. Nou, doei. Doei.